Goedemorgen iedereen hier in de zaal aanwezig en diegenen die via de livestream meekijken. Ik open hier bij deze academische zitting, waarin de heer Lars Polt zijn academisch proefschrift in het openbaar zal verdedigen. Het proefschrift is geschreven in de Engelse taal onder de titel Implications in the Treatment of Peripheral Arterial Disease, Focusing on Endovascular and Non-Invasive Strategies. Alvorens wij overgaan tot de oppositie en de promovendus tot zijn verdediging, zal laatstgenoemde een korte inleiding verzorgen waarin hij zijn research uitlegt en een samenvatting geeft van de belangrijkste bevindingen en conclusies. Ik verzoek u nu aan die voordracht te beginnen en wens u het komend uur veel succes. Dank u wel, geachte prorector, geachte promotiecommissie, geachte promotoren, opponenten, collega's, familie en vrienden. Welkom bij de verdediging van mijn proefschrift Implications in the Treatment of Peripheral Arterial Disease Focusing on Endovascular and Non-Invasive Strategies. Oftewel vrij vertaald implicaties in de behandeling van perifere arterieel vaatlijden met betrekking tot endovasculaire en niet-invasieve technieken. Met endovasculair bedoelen we de dotterbehandeling van de benen en niet-invasief gesuperviseerde looptraining. In de afgelopen jaren hebben we onderzoek gedaan naar de volgende aspecten in de behandeling van perifere arterieel vaatlijden. Namelijk het optimaliseren van niet-invasieve behandelingen, namelijk gesuperviseerde looptraining, de stralingsbelasting die patiënten oplopen bij het ondergaan van een dotterbehandeling. We hebben gepoogd inzichten te krijgen in de schadelijke effecten van het gebruikte contrast op de nierfunctie op lange termijn bij mensen met zowel claudicatio intermittens als kritieke ischemie. We hebben gekeken naar eventuele preventieve maatregelen tegen nierschade bij mensen die een dotterbehandeling ondergaan. En we hebben gekeken naar nieuwe endovasculaire technieken in de behandeling van perifere arterieel vaatlijden. Ik wil jullie graag eerst even meenemen een korte introductie om jullie een beetje inzicht te geven. Wat is nu perifere arterieel vaatlijden? Zodat jullie daar de discussie mogelijk iets beter kunnen volgen. Perifere arterieel vaatlijden is een ziekte van de slagaders, gebaseerd op arteriosclerose. Arteriosclerose veroorzaakt een verdikking van de vaatwand en daardoor wordt het lumen, de doorgankelijkheid van de bloedvaten, verminderd. Hierdoor heb je verminderde perfusie of doorbloeding van de benen. Mensen die zich voor het eerst presenteren met deze klachten klagen van kramp in de kuit bij het lopen. De risicofactoren gekend met perifere arterieel vaatlijden zijn vergelijkbaar met die van hart- en vaatziekten in het algemeen. Namelijk roken, hoge bloeddruk, hoog cholesterol, suikerziekte, overgewicht en familiaire belasting. We verdelen de perifere arterieel vaatlijden in verschillende stadia. We hebben eerst de asymptomatische. Hier is reeds wel arteriosclerose aanwezig, echter uitzicht het nog niet in klachten. Bij progressie van de ziekte ontwikkelt zich claudicatio intermittens, oftewel de etalagebenen. Mensen ervaren pijnklachten in de kuiten bij het lopen en merken dat de loopafstand steeds korter wordt. Ze moeten enkele minuten rust nemen om de pijnklachten weer te doen laten afzakken, voordat ze weer verder kunnen lopen. Ze moeten steeds vaker even bij de etalage stoppen om naar binnen te kijken voor verlichting van klachten. Bij nog verder progressie van de klachten kan er kritieke ischemie ontstaan. Hierbij heb je ook in rust pijnklachten door een continu tekort aan zuurstof in de ledematen. Deze mensen klagen vaak van pijn in de benen, met name in nacht. En moeten de benen buiten bed laten bungelen voor verlichten van klachten. Eveneens kan dit wondgenezingsproblemen veroorzaken. Dus wanneer er wonden ontstaan van de benen, kunnen er chronische wonden ontstaan en is chirurgisch interveneren noodzakelijk. Klein stukje diagnostiek. Wanneer mensen bij ons komen met klachten van pijn in de benen bij het lopen, zullen we eerst een enkel armindex meten. Hierbij meten we de bloeddruk van de bovenarm en het onderbeen van het aangedane been. Normaal hoort deze ongeveer gelijk te zijn. Is het zo dat er sprake van perifere arterieel vaatlijden, dan zien we een verlaagde enkel armindex, oftewel eenmalig onder de 0,8 of drie keer een meting onder de 0,9. Mocht het zo zijn dat we een verlaagde enkel armindex hebben, willen we graag kijken waar zit dan deze vernauwing in het been en kunnen we een duplex verrichten, oftewel een echo-doppler. Hiermee zijn we in staat om de stenose, de vernauwing van het bloedvat, te bepalen op basis van de stroomsnelheid in het bloedvat. Je kunt het vergelijken met een rivier die mooi breed uitloopt, een plotse versmalling, waar ook het water stroomsnelheid in één keer zal toenemen. Bij het vaatlijden is dit niet anders. Besluiten we om toch te interveneren, dan maken we vaak nog een MRA of een CTA. Een MRI-scan met contrast of een CT-scan met contrast. Hier zien we vaten van de bovenbenen, waar hier het linkerbeen van de patiënt, voor u aan de rechterzijde, een onderbreking zien van het bloedvat, waar hier in het rechterbeen nog wel mooi patent is.
Wat kunnen we nu doen qua behandelingen tegen perifere arteriaal vaatlijden? De primaire behandeling of de eerste behandeling wanneer mensen komen met klachten is gesuperviseerde looptraining. Hierbij worden mensen gedurende 3 maanden naar een fysiotherapeut gestuurd die volgens een vast protocol deze patiënten begeleidt. Waarbij in de eerste maand 3 keer per week, 2 op volgende maanden 2 keer per week gedurende 30 minuten met een snelheid van 3,5 km per uur mensen worden gestimuleerd om zo lang mogelijk door de pijn heen te lopen voor verlichting van klachten. Het is zeer belangrijk dat ze ook echt door die pijn heen lopen om ook de angiogenese te stimuleren, oftewel het aanmaken van nieuwe bloedvaatjes en de doorbloeding van de benen te verbeteren. Mocht het zo zijn dat de gesuperviseerde looptraining onsuccesvol is of niet het beoogde resultaat heeft, kunnen we overgaan op een dotterbehandeling. Hier in de bekkenslagader zien we in het linkerbeen een vernauwing zitten op deze plek. Vervolgens kunnen we over een voerdraad een ballonnetje opvoeren ter plaatse van de vernauwing. En zoals plaatje C, wanneer deze vernauwing eruit geblazen is, zien we weer een mooi doorgangelijk bloedvat. Mocht het zo zijn dat het bloedvat toch weer van zichzelf samenvalt, kunnen we altijd nog een stentje plaatsen. Bij ziekte van de bloedvaten in dusdanige mate dat endovasculaire dotterbehandeling niet meer mogelijk is, hebben we altijd nog de open chirurgie of de omleiding. Hier een bypass waarbij gebruik gemaakt wordt van een eigen ader, een kunststof of een biocraft. Nu komen we dan toch echt bij de resultaten van een proefschrift. Zoals eerder gezegd, gesuperviseerde looptraining is de eerste behandeling bij claudicatio intermittens. We weten ook uit studieverband dat mensen die looptraining volgen en dat ook netjes doen, de resultaten vergelijkbaar zijn met een dotter wanneer we deze na 1 jaar vergelijken. Echter weten we ook dat de therapietrouw erg laag is. Wat wij nu hebben gedaan, we hebben een vragenlijst opgesteld, naar mensen opgestuurd die gesuperviseerde looptraining voorgeschreven hebben gekregen. En we hebben een vragenlijst opgesteld aan de hand van het iChange model. Dit is een model dat gedrag beschrijft aan de hand van verschillende determinanten die van invloed zijn op het gedrag zelf en ook welke nodig zijn om gedrag te kunnen veranderen. Hieruit kwam naar voren dat kennis, een positieve attitude en een lage negatieve attitude en ook het geloof in eigen kunnen belangrijk zijn in de gedragsverandering die nodig is om ook succesvol de gesuperviseerde looptherapie te doorlopen. Mocht het zo zijn dat de looptherapie dus onsuccesvol is, dan komen we uit bij de dotterbehandeling. Hier een afbeelding van een mooie hybride angio-suite. Mensen die dus een dotter ondergaan, die zullen aan de hand van ook röntgenstraling en contrast de vaten in beeld krijgen. Echter weten we ook dat er sprake is van stralingsbelasting voor de patiënt. Hierin maken we onderscheid tussen eigenlijk 2 verschillende stralingseffecten, namelijk de deterministische en de stochastische effecten. Deterministische zijn eigenlijk de acute effecten die kunnen ontstaan bij een te hoge stralingsbelasting, wat zich kan uiten in een rode huid, zwelling, wonden. En deze ontstaan dus korte termijn vaak binnen 24 uur. We hebben de stochastische effecten, dat zijn de stapelingseffecten. Dus dit is vaak bij herhaaldelijke blootstelling, wat deze patiënten vaak nog krijgen. En dus is de celschade die uiteindelijk ook tot een kanker kan ontwikkelen. Echter weten we ook dat dit vaak vele jaren, tot wel 30 jaar duurt, voordat het ook daadwerkelijk tot uiting komt. Wat we hebben gedaan, is dat we hebben gekeken naar de verschillende anatomische niveaus en gekeken waar is nu de stralingsbelasting het hoogst. We hebben gekeken naar aorta iliacaal, oftewel de grote lichaamsslagader en de bekkenslagader, femoropopliteaal, dat is de dijbeenslagader, de knieslagader, en we hebben onder de knie gekeken. En uit deze studieresultaten bleek dat juist daar in het kleine bekken, dus op het niveau van de bekkenslagaders, de stralingsbelasting het hoogste is. En ook hebben we kunnen aantonen dat juist mensen met obesitas significant grotere risico hebben op een hogere stralingsbelasting. Dit kunt u wel voorstellen doordat de afstand tussen de huid en het bloedvat simpelweg groter is. Dus er moet meer weefsel gepenetreerd worden met een hogere intensiteit straling om de vaten ook daadwerkelijk mooi in beeld te kunnen brengen. Ook hebben we gekeken naar de nieren. Bij een dotterbehandeling wordt gebruik gemaakt van contrast. We weten van contrast, dit is nefrotoxisch. Het kan schade aan de nieren berokkenen. Juist bij mensen met reeds een slechte nierfunctie. We weten dat het op korte termijn contrastgeïnduceerde nierschade kan geven. Echter op lange termijn zijn de resultaten nog niet daar. Zodoende hebben wij gekeken naar mensen die zich presenteren met etalagebenen, die vervolgens een dotterbehandeling hebben ondergaan van de benen, of gesuperviseerde looptherapie hebben gekregen. We hebben de nierfunctie gekeken, op korte termijn na 6 weken en na 1 jaar. Zoals je hier kunt zien,
Het witte balkje is de dotterbehandeling, het grijze balkje de gesubsidieerde looptraining. Is dat we een significant grotere reductie in, of een grotere nierfunctieverval zien bij de mensen die een dotterbehandeling hebben gekregen ten opzichte van de mensen die gesubsidieerde looptraining hebben gekregen. Eveneens hebben we gekeken naar mensen met kritieke ischemie. Daarin hebben we ook gekeken naar de mensen die een dotterbehandeling hebben gekregen ten opzichte van de mensen die open chirurgische behandeling hebben gekregen, zoals de bypass of de omleiding. En ook hier zagen we eigenlijk in beide groepen een significant nierfunctieverval. Echter was deze weer significant groter in de groep die een endovasculaire dotterbehandeling hebben ondergaan. Maar die nierfunctie, hoe meten we dat nu eigenlijk? Hedendaagse praktijk doen we dat aan de hand van het serum creatinine. Dit is een afbraakproduct van de spieren die bij ons allemaal aanwezig is. En we weten dat als de nierfunctie plots een verval laat zien, zoals na een endovasculaire interventie en contrast in de serenierschade, dat we pas na zo'n 72 uur ook een daadwerkelijke stijging zien van het serum creatinine. In die zin is het dus redelijk laat dat we dit kunnen diagnosticeren. En juist bij die mensen die een dagbehandeling, een dotterbehandeling krijgen, dus die komen diezelfde dag, worden behandeld, eind van de dag weer met ontslag, worden wel geïnstrueerd om na 3 dagen een nierfunctie te laten controleren, maar dat wordt of vaak vergeten of simpelweg gewoon niet gedaan. We hebben een studieprotocol geformuleerd om te kijken naar het effect van biomarkers. Met name de urinebiomarkers. Zoals je hier op het blauwe lijntje, lichtblauwe lijntje kan zien, is de stijging van het serum creatinine na zo'n 3 dagen. Maar het rode lijntje laat de urinebiomarker zien, die een veel snellere stijging laat zien wanneer er acute nierschade is opgetreden. En wij denken dat dit ook bij de endovasculaire behandeling significant kan zijn en dus ook sneller de detectie kan geven. Eveneens in het studieprotocol hebben we de Renal Guard beschreven. De Renal Guard maakt gebruik van furosemide geforceerde diurese. Wat betekent dit? Dit is mensen die een dotterbehandeling ondergaan, die krijgen voor de behandeling een bepaalde hoeveelheid vloeistof toegediend en plasmedicatie, zodat de nieren goed gespoeld worden. Wat vervolgens de Renal Guard doet, die weegt de urine die geproduceerd is en geeft in gelijke mate ook weer fysiologisch zout terug via het infuus aan de patiënt. Zo creëer je een hoge flow over de nieren en hopen we dat we de negatieve effecten, nefrotoxische effecten van contrast kunnen verminderen, juist bij de mensen met een slechte nierfunctie. Tot slot hebben we ook gekeken naar de alternatieve interventie, een nieuwe endovasculaire techniek door gebruik te maken van een heet oud diagnostisch middel, de Duplex, welke ik ook eerder heb besproken, de Doppler Echo. Hierin hebben we gekeken bij mensen met een vernauwing van de nierslagaders. En die hebben we gerandomiseerd behandeld middels de gewone dotterbehandeling met contrast en röntgen. En de andere groep met de duplexgeleide benadering zonder contrast en zonder röntgen. En hierin zagen we dat de effecten van ook daadwerkelijk het oplossen van de vernauwing, dus het opblazen van het blonnetje en de toegankelijkheid van het bloed wat te herstellen, vergelijkbaar was. Dus we zien dat de duplex PTA niet inferieur is aan de conventionele PTA. Totter. Eveneens hebben we gekeken naar de nierfunctie. Wat doet het dan op korte termijn en op lange termijn? In beide onderzoeksarmen hebben we geen enkele patiënt gezien met contrastgeïnduceerde nierschade. Op korte termijn en op lange termijn. Dus zowel bij de DUPTA als de conventionele PTA hebben we geen significante nierschade gezien. Kort resumerend, wat kunnen we nou meenemen uit dit proefschrift? Er moet meer aandacht zijn voor kennis en attitude van de patiënt ten aanzien van perifere arterieel vaatlijden en ten aanzien van gesuperviseerde looptraining op het spreekuur. Eveneens weten we dat de stralingsbelasting met name het hoogste is bij mensen met obesitas op het bekkenniveau. Ook moeten we alert zijn op de functie, de nierfunctie op lange termijn na een dotterbehandeling. Zowel bij claudicatio intermittens als bij kritieke ischemie. We weten dat de duplexgeleide PTA een eventueel te overwegen interventie is bij mensen met een gestoorde nierfunctie die een behandeling moeten krijgen van de bekkenslagaders, middels dotter. En de effecten van de furosemide geforceerde diurese en de urinebiomarkers die nog nader onderzocht te worden. Ik dank u voor uw aandacht en ik geef nu het woord terug aan de prorector. Dank u wel. Een mooi overzicht. Het leert mij als voormalig vaatchirurg dat er toch nog op dit gebied van de vaatchirurgie niet zoveel veranderd is. Ik kon het allemaal nog volgen. Ik weet dat er andere velden zijn waar een andere progressie wordt gemaakt. Maar dit klonk nog allemaal heel erg vertrouwd voor mij. Dank voor die herhaling. U hebt mooi de tijd gelaten voor de discussies. De oppositie start nu via professor Mures. Hij is hoogleraar huisartsgeneeskunde aan deze universiteit.
Hij was voorzitter van de manuscript voorlevenscommissie. Professor Mures. Dank u wel, meneer de prorector. Meneer de kandidaat, ik heb ontzag voor uw keuze om de switch naar de huisartsgeneeskunde te maken. De medisch specialist in de breedte. En in dit vakgebied hebben we natuurlijk een grote behoefte aan de combinatie klinicus-onderzoeker, de clinician-scientist. En dank dat u dat u je handschoen hebt opgepakt. En denk ook aan de rol die je kan gaan spelen later bij, zeg maar, de nascholing, de intervisie in je huisartsengroep of in de maatschappij. Ik zou u, maar ik was hier ook gekomen om vragen te stellen. Ik zou u paranimf willen vragen om stelling 8 voor te lezen. Oorspronkelijk werk van meneer Voltaire. The art of medicine consists of amusing the patient while nature cures the disease. Ja, dus de dokter moet de patiënt amuseren en de natuur doet het werk. Kan ik dan hieruit afleiden dat u bedoelt dat supervised exercise training of gesuperviseerde begeleiding door de fysiotherapeut, dat natuur is? Nee, dat is zeker niet zo. In dit geval inderdaad is zekere interventie wel noodzakelijk. En ook de begeleiding bij de gesuperviseerde looptraining. Omdat we ook zien dat, als we kijken naar andere studies, de home-based training, dus wanneer mensen zelf geïnstrueerd worden op zelf te gaan lopen, dat ook de effecten, de resultaten significant lager zijn dan wanneer het echt daadwerkelijk gesuperviseerd wordt. Helaas weten we ook dat juist in deze patiëntenpopulatie dat motivatie toch vaak wel groot probleem kan zijn. En daarbij ook het risicogedrag. Dus nee, hier kunnen we helaas niet de natuur zijn gang laten gaan. Dus Voltaire had niet gelijk met zijn dichotomie? In dit geval niet. Nee. Ik denk in veel gevallen, en wat ik ook zeker nu binnen de huisartsgeneeskunde ook wel vaak tegenkom inderdaad, is dat er ook veel, en ook in coronatijd zeker, waar we natuurlijk minder patiëntcontacten hebben gehad, dat er ook toch wel veel ziektebeelden zijn, kleine kwalen, waar het lichaam wel gewoon goed zelf een oplossing voor weet te vinden en waar we inderdaad wel de handen op de rug kunnen houden. Ja. Misschien kan een van uw paranymfen uw figuur 3 op pagina 137 laten zien. En mijn vraag is dan, we zien daar dus een toename in enkel armindex. Mijn eerste vraag is een beetje een flauwe vraag hoor, maar wat is het verschil tussen figuur 3 op pagina 137 en figuur 3 op pagina 138? Ja, inderdaad. Ik heb dat ook gezien. Het blijkt uiteindelijk hetzelfde figuur te zijn. Dat blijkt dezelfde figuur te zijn, zeg ik. Ja. Oké. Okay. Er is wel een andere figuur inderdaad, maar na herhaaldelijk over en heer mailen met degene die de layout heeft verzorgd, heb ik dit helaas over het hoofd gezien. Ja. Klopt. Dus ik had dat gezien als een soort service aan de lezer, dat hij niet terug hoefde te bladeren. Maar, oké. Okay. En over hoeveel patiënten gaat dit figuur? Want het staat er namelijk niet bij. Nee, precies. Dit zijn dan die 108 patiënten inderdaad, die ook daadwerkelijk de vragenlijst hebben teruggestuurd. Waarbij we inderdaad retrospectief de enkelarmindex inderdaad zijn nagegaan. En daarbij inderdaad de subjectief verbetering ook van de loopafstand meegenomen. En als ik bedoel in de modules evidence-based medicine die ik geef voor de huisartsopleiding, probeer ik ook de studenten altijd te leren van nou, waar blijven de patiënten in een artikel? En ik was het hier even kwijt, want u bent begonnen met 200 uitgenodigden en dan komen wat 108 en van die 108 krijgen maar 80% de set. Dus dan kom ik uit op een 80 of 85 tal. Waarom heeft u dan in deze figuur die 108 opgenomen? Dank u wel voor de vraag. Want die mensen hebben geen set gehad, nee, terwijl u dat wel klopt, in inderdaad deze figuur suggereert. Ja, dus we hebben het meer een soort van intention to treat inderdaad gedaan. En dus mensen die wel verwezen waren voor set, hebben daarin meegenomen. Ja. Wat me dan verbaast als huisarts, en ik heb natuurlijk ook, ik probeer ook mijn claudicanten door het dorp te laten bewegen en hun piek afstand te vergroten. Ja, wat ik niet zo zie is dat die enkelarmindex toeneemt. En ik vind dit nogal een fors verschil. Hebt u daar een verklaring voor? Is het een specifieke groep die u hier hebt
Ja, dat vond ik inderdaad ook wel opvallend. Normaal is die loopafstand neemt wel toe en zijn ze dopen door de pijn heen, maar die enkel armindex zie ik. Maar misschien heb ik een verkeerd apparaat in de praktijk. Maar... Nee, inderdaad. Vonden wij inderdaad ook opvallend, want we hebben ook een ander artikel inderdaad zien we dat niet per se terug. Maar hier inderdaad ja, zien we wel daadwerkelijk inderdaad de mensen die de gerubiceerde looptraining dan hebben verwezen. En ook een enkel armindex hebben gemeten. Binnen een jaar naar, of binnen 6 maanden tot 12 maanden na verwijzing voor gesuperviseerde looptraining, hebben wij daadwerkelijk wel een verbetering gezien van die enkelarmindex. En ik denk dat dat ook juist de kracht is van de meer systemische behandeling, hè, ten opzichte van de bottenbehandeling, als dat de hele benen behandelen natuurlijk. Dus niet alleen die focale lesie, maar ook de hele benen en de angiogenese stimuleren. Ja, in dit geval uitte dit zich wel in een betere enkelarmindex. Ja, dus deze patiënten zijn nu heel dankbaar. Ja, dat denk ik wel. En in uw iChange-model zegt u dat kennis, attitude en andere variabelen worden, bespreekt u daarin? Is die winst in meters, hè? Want ik kwam ook niet goed uit over hoeveel meters deze mensen meer liepen. U zegt wel iets over verschillende meters tussen onder de knie en... femorales, et cetera, maar was dit nu klinisch relevant ook? Het verschil tussen mensen die in dat iChange model goed scoorden en niet, want daar miste ik een tabel over. Dus als ik goed begrijp, inderdaad die beter scoren op het iChange model, de vraaglijst en ook het anatomische niveau bedoelt u? Nou, laat het anatomische niveau, maar als mensen heel in dat iChange model en hun gedrag is en hun attitude is super... gaan ze dan ook honderden meters meer lopen? Dat is mijn vraag. Dat kon ik niet uit de artikel. Ja, want we zagen ook inderdaad dat mensen nadat ze gesuperseerde looptrainingen hebben ontvangen, dat ze ook daarna nog actiever bleven. Losstaande van alleen de gesuperseerde looptraining. Juist de mensen die een beter scoren op de attitude en op de kennis. Dus dat heeft inderdaad dan wel een blijvend effect gehad. Ja. En die noemt u, dat is de laatste vraag, meneer de prorector. U noemt de patiënt die hun loopafstand niet konden uitbreiden, zo lees ik het althans, die noemt die non-adherent. In de conclusie op pagina 143 heeft het zelfs over compliance. Is het wel juist, mensen die ondanks supervised exercise training hun loopafstand niet kunnen uitbreiden, non-compliant te noemen? Hier. Zouden natuurlijk ook wel andere factoren een rol kunnen spelen. Zeker en niet per se. En het is niet zo dat elke patiënt die ook daadwerkelijk netjes een gesuperviseerde looptraining volgt, ook daadwerkelijk onder een dottenbehandeling of een bypass of iets dergelijks uitkomt. Er zijn ook mensen inderdaad die toch ondanks ziekte, vaak toch wel op iliacaal niveau of multilevel, die ondanks toch wel een goede compliance gehad te hebben, dus niet de gewenste effecten hebben behaald. En in uw logistische regressie vindt u één factor, de negatieve attitude, hè? Dat is de factor die overblijft, die dit geheel zou bepalen. En dus mijn laatste kortere vraag is, waarom stelt u in de conclusie dat self-efficacy, en u heeft het voor mij vertaald in uw dia's, geloof in eigen kunnen is dat dan blijkbaar. Dat is de factor die overblijft, maar waarom staat u in de conclusie dat er veel meer moet worden gedaan? En aan de kennis en de attitude, want die blijkt in uw model niet significant bij te dragen aan de uitkomstparameter. Nee, klopt inderdaad. Het liet geen significant verschil zien. Het liet wel een belangrijke trend zien, inderdaad. Ja. Dus maar uw conclusie is eigenlijk optimistischer dan uw resultaat. Breder. Iets breder. Ik wil getrokken. U naar een kort antwoord leiden. Nee, het is inderdaad iets breder getrokken, klopt. Ja. Oké, dank u wel. Ik ben tevreden met uw antwoord. Dank u wel, professor Buurens. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door professor Van Herwaarden. Hij is ook leraar vaatchirurgie in het UMC te Utrecht. Jullie kijken, daar verschijnt hij groot in beeld. Hij was lid van de banenscriptoringscommissie. Professor Van Herwaarden. Dank u wel, meneer de prorector. Prachtige kandidaat. Ik wil beginnen met u te vertellen dat ik met heel veel plezier uw boekje gelezen heb. En ik wil u daarmee feliciteren. En ook uw hele promotieteam. U heeft er lang de tijd voor genomen. En ik denk ook dat verdient complimenten. Want ondanks carrière switches en dergelijke heeft u het toch maar tot een einde gebracht. En ligt er dit mooie boekje. Graag wil ik met u van gedachten wisselen. Eerst over hoofdstuk 2. Daarin beschrijft u
de groepen patiënten die gedotterd worden versus de mensen die alleen looptraining krijgen. En u laat zien hoe slecht het eigenlijk gaat met die nierfunctie als we mensen gaan dotteren. De vraag is natuurlijk van hoe betrouwbaar is dat nou wat u allemaal opschrijft? En is dat nou echt de conclusie die we moeten trekken? En wat me opvalt is dat het een retrospectieve studie is uit 2011 tot 2013. En dan ga ik terugdenken en dan weet ik het niet meer zo goed. Dus u moet mij even vertellen hoe u nou aan die data kwam. Was dat een elektronisch patiëntendossier? Was alles daar nog te vinden? Of heeft u echt die grijze, bruine statussen gelicht en met een pennetje gezocht naar de data en overgenomen? Hoe ging dat? Zeer de opponent, dank u wel voor uw felicitaties en uw vraag. Met betrekking naar hoofdstuk 2, het betreft een retrospectieve studie inderdaad, waarbij we met terugwerkende kracht inderdaad de dossiers hebben doorlopen. Dus mensen bij eerste presentatie met claudicatio intermittens en gekeken naar de ingestelde behandeling. Dus we hebben inderdaad alle dossiers doorgespit op ICD-code en gekeken inderdaad wat vervolgens mee gedaan was. Ja. Ja, ik weet nog hoeveel werk dat was, want ik heb dat natuurlijk ook gedaan. En ook hoeveel er ontbreekt dan. En dat zegt u later ook in uw proefschrift. Dan zegt u vaak worden nierfuncties eigenlijk niet eens gecontroleerd. Ik vind het artikel vindt dat niet terug, hoeveel data er nou ontbreekt of ontbrak. Kunt u daar iets over zeggen? We derhalve ook een propensity score match paired analyse uitgevoerd om gekeken dat we ook in beide groepen echt één op één de patiënten hebben kunnen matchen. Daarin bleek toch 2/3, dus 66% van de patiënten wel in die score meegenomen kunnen worden. En die lieten ook eigenlijk dezelfde resultaten zien. Dus inderdaad, en los daarvan hebben we natuurlijk ook nog een analyse gedaan met een imputation of means of 5 gedaan, hè, om te kijken inderdaad om die missing data op te vullen, en die liet ook hetzelfde zien. Dus we hebben wel verschillende berekeningen gedaan om ook natuurlijk de betrouwbaarheid wel te toetsen. En sluit dat uit wat we eigenlijk vooral data hadden van patiënten met bij wie de nierfunctie ook echt verslechterd was? Ja, van beide. Dus bij de grootste groep inderdaad, u bedoelt bij aanvang neem ik aan, of na interventie? Na interventie. We hebben gewoon inderdaad wel deze waarde gevonden in die zin. Onafhankelijk inderdaad van nierfunctie van tevoren. Ja. Oké. Okay. Ja, ik klink misschien een beetje zuur en dat is helemaal niet de bedoeling. Want het is hier mooi wit in Utrecht. En het is een mooi proefschrift. En eigenlijk wil ik naar iets heel moois toe. Want als ik het hoofdstuk lees, dan denk ik, het heeft een hele slechte patiëntengroep met vaatlijden. Dat die nierfunctiestoornissen gaan krijgen, ja, dat weten we eigenlijk. Alleen die mensen die lopen, die lijken dat eigenlijk niet te gaan krijgen. Niet anders dan mensen die geen vaatlijden hebben, gebaseerd op de leeftijd. Moet dat niet de conclusie zijn van het hoofdstuk? Is het niet zo dat looptraining positief is en mensen beschermt tegen nierfunctiestoornissen? Dat is een andere manier inderdaad hoe je er ook naar kan kijken. Ik weet niet of het direct een beschermend effect heeft. We hebben natuurlijk wel een natuurlijk verval van nierfunctie die we allemaal hebben. Ik denk niet dat zozeer de nierschade reversibel is in die zin. Ik denk wel dat je inderdaad misschien het proces van een nierfunctieverval inderdaad wel kan doen laten verminderen. Door inderdaad gezonder leefstijl en dus ook meer bewegen. Ja, dat denk ik ook. Ik denk dat dat eigenlijk een mooie uitkomst ook van die studie is. Oké, dank u voor de antwoorden op dit hoofdstuk. Dan ga ik graag met u naar hoofdstuk 5. Daarbij laat u de duplex gestuurde dotter zien ten opzichte van de gouden standaard. En u bent bescheiden in dit hoofdstuk. Het is een prospectieve studie. En u zegt het is niet slechter. Maar als ik de resultaten lees, heb ik de indruk dat het technisch gezien zelfs misschien wel tot betere resultaten leidt. Om het met een duplex te controleren en zo'n procedure te doen. Bent u het met mij eens? Natuurlijk twee primaire uitkomstmaten. We hebben gekeken inderdaad naar het procedureel succes. Dus lukt het inderdaad om daadwerkelijk de dotter uit te voeren? Nou, dat is vergelijkbaar in beide armen. Maar als je ook kijkt inderdaad naar de reductie van de peak systolic velocity met meer dan 50%, dan was het inderdaad significant beter in de DUPTA-groep. Dus ja, in die zin inderdaad heb je een betere doorstroming bereikt van het bloedvat. Echter zien we ook dat het niet per se vertaalt naar ook een reductie of een verbetering van de enkel-arm-index.
Maar ja, dat deed looptraining ook. Ja, bij looptraining zagen we toevallig dus wel dat er een betere enkelarmindex was. Ja. Okay. Kunt u mij uitleggen waarom het eventueel beter zou zijn, die duplex? Want de gouden standaard moet natuurlijk eigenlijk altijd het beste zijn. En waarom zou duplex beter kunnen zijn? Wat is het verschil? Ik denk dat je ook juist bij de interventie ook de sizing van een eventuele balloon of stent beter gebruik kan maken van een duplex dan met een gewone angiografie. En ook na de interventie is het ook sensitiever in de detectie van een eventuele dissectie. Dus de hemodynamische eigenschappen zoals de peak systolic velocity. Je kan ook gelijk kijken inderdaad, hè, de curale runoff kan je gelijk meenemen. Dus je hebt gewoon meer en betrouwbaardere informatie als je het vergelijkt met een conventionele angiografie post-procedure. Zijn er ook nadelen van die duplex ten opzichte van de angio? We hebben natuurlijk wel alleen onderzoek gedaan naar redelijk simpele stenotische lesies, dus geen geoccludeerde lesies. Dus inderdaad bij meer complexere lesies, dan moet nog uitwijzen inderdaad of de duplex even succesvol kan zijn. Dus in dit geval, in deze patiëntenpopulatie, heeft zeker de duplex de voorkeur. Oké, ik ben gelukkig met de antwoorden die u geeft en ik gegeven heeft. En ik geef het woord graag terug aan meneer de prorector. Dank u wel, professor Van Herwerden. Dan wordt nu de oppositie voortgezet door dokter Heiligers. Hij is vaatchirurg in het Elisabeth 2C in het ziekenhuis in Tilburg. Ook hij was lid van de manuscriptbeoordelingscommissie. Dokter Heiligers. Dank u wel, meneer de prorector, voor het woord. Geachte kandidaat, gefeliciteerd. En ook de promotoren met het tot stand komen van uw boekje. Ook ik heb dat met plezier gelezen. Ik wil met u gaan naar hoofdstuk 3. In hoofdstuk 3 bestudeert u het verlies van de nierfunctie bij patiënten met kritieke limpe ischemia. En die worden endovasculair of open behandeld. En dan wil ik graag met u naar pagina 48. En daar kijken we naar de flowchart. En dan zien we dat welke patiënten wel en niet in de studie zitten. En dan excludeert u een grote groep patiënten die een hybride interventie heeft ondergaan. Dat zijn er 85. En als ik dan naar het chirurgische deel kijk, zijn het 81. Ik snap wel een beetje waarom u ze er buiten laat. Maar had u ze er ook in kunnen laten? En wat had u dan verwacht te zien? Dank u wel, zeer geleerde opponent, voor uw felicitaties en ook voor uw vraag. We hadden zeker eventueel een derde arm hierin mee kunnen nemen. Om te kijken inderdaad of er ook nog een stapelingseffect zou zijn van inderdaad zowel de open benadering als de endovasculaire. Want we weten natuurlijk, wat we in beide groepen ook hebben kunnen zien, is dat er in beide groepen ook een significant nieuwe functieverval was geweest. Wat we mogelijk hadden kunnen zien, is dat in deze groep mogelijk nog een nieuwe functieverval het grootst zou zijn geweest. Door er natuurlijk de intensieve ingreep van een eventuele bypass, maar ook inderdaad het effect van het contrastmiddel. En de manipulatie van de guide wires natuurlijk bij de nieren was zeker een optie geweest. Ja. Ja, en wellicht had je kunnen zeggen dat juist die groep die hybride behandelt, het misschien weer ergens tussen de twee groepen uit zou komen. En dat je dan ook een idee zou krijgen van hoeveel contrast gebruik ik eigenlijk en wat is nou het toxische effect van het een of het ander. Of je komt uit, zoals u zegt, dat de hybride club het slechter doet. Het antwoord zullen we niet weten. Maar ik had het aardig gevonden als je dat ook had bekeken. U concludeert in die studie dat wij early detection bij peripheral arterial disease in patients with renal insufficiency and instruction of aggressive medical therapy to prevent progression in the global burden of atherosclerosis in this patient population. Dus eigenlijk roept u mij op of de interventieradioloog of de nefroloog of de internist of de huisarts om deze patiëntencategorie beter in beeld te brengen. Is dat uw conclusie? Zeker beter in beeld te brengen en ook beter op te volgen. En ook daar beter mee om te gaan inderdaad. Van wetende dat inderdaad dit acute nierschade is geweest, ook op lange termijn. Weten we ook dat er gepaard gaat met verhoogde morbiditeit en mortaliteit. Dus ik denk inderdaad dat we ook alles moeten doen om die nieuwe functie zo min mogelijk negatief te belasten. En zo voorzichtig mogelijk mee om te gaan. Dus ik denk dat we daar inderdaad
ook vroegtijdig mee op moeten anticiperen. En bij wie ligt die verantwoordelijkheid, vindt u? Ik denk een gedeelde verantwoordelijkheid voor de patiënt en de behandelend arts. Er ligt inderdaad ook de huisarts natuurlijk, hè, goede samenwerking met de huisarts. Maar dat er wel op gezette tijden inderdaad nu functiecontrole is, maar dat er ook duidelijke afspraken zijn dat wanneer we een significante vermindering in nierfunctie zien, wanneer spreken van een significante nierfunctiegeval, wat dan ook het aangewezen beleid is. En dat er wel duidelijke afspraken zijn van hoe gaan we met deze patiënten om en dat we daar een gezamenlijke verantwoordelijkheid in nemen. Ja, en dan vinden wij het altijd prettig dat we zeg maar een instructie krijgen bij dit getalletje moet je het zus doen, bij dat getalletje zo. Wie weet dat we dat in de toekomst ook krijgen. Ik wou ook even met u naar hoofdstuk 5 gaan. Professor van Herwaarden had het daar ook al met u over. In die groep zie ik eigenlijk niet zo heel goed terug als we dan weer naar pagina 82 gaan en je kijkt naar de resultaten per subject. Dan zien we anesthesie, lokaal, epiduraal, algemeen, hoeveel contrast er wordt gegeven, doorlichtingstijd en de doorlichtingsdosis, de DAP, allemaal heel relevant, zeker ook voor de behandelaar. Maar of ik heb het gemist, maar ik zie nergens de operatietijd gescoord. Of heb ik dat niet goed gelezen? Nee, heeft hij inderdaad goed gelezen. Die hebben inderdaad hier niet in vermeld in dit onderzoek. Ja. En dat is dan ook voor hoofdstuk 6, want dat zijn dezelfde data die u daar weer naar voren haalt. Maar zou dat een reden kunnen, weet u dat, het verschil globaal, tussen... Globaal, inderdaad. We hebben ook al gezien natuurlijk dat er ook een learning curve was van de vaatchirurgen en van de interventieradiologen. Dat we gaandeweg het onderzoek inderdaad, dat we steeds vlotter die procedures konden doen. Dus initieel was inderdaad significant meer tijd nodig voor een dupta, een duplex geleide PTA ten opzichte van een conventionele PTA, zeker. Maar zeker ook omdat het niet ingeburgerd is, was het aardig geweest als je daar nog ook over uiteen had gezet. Want iets wat langer duurt vinden wij in aanzet niet aantrekkelijk als behandelaar. Klopt. Gezien de tijd geef ik het woord graag terug aan de prorector. Dank u wel. Dank u wel, dokter Heiligers. Heel sympathiek dat u de tijd goed in de gaten houdt. Hoef ik dat niet te doen. De oppositie wordt voortgezet door professor De Haan. Hij is ook leraar in interventieradiologie in het Academisch Ziekenhuis te Maastricht, MUMC. Vandaag fungeert hij ook als secretaris van deze commissie. Professor De Haan. Dank u, meneer de prorector. Geachte promovendus, allereerst natuurlijk mijn gelukwens, waarbij ik ook het team wil betrekken. Ik heb uw proefschrift met zeer veel aandacht gelezen en een zweem van herkenning ging door mij heen, want ik zie dat uw paranimp een deel van de hoofdstuk al een keertje eerder heeft verdedigd. Ik ga ten aanzien van mijn vraag een beetje op de bagage dragen van professor van Herwaarden zitten. Ik heb een aantal van die studies van u gelezen en in grote lijnen ben ik bang ook wel een beetje dezelfde vraag gesteld als een aantal jaar geleden. In uw hoofdstukken 2, 3 en 4 publiceert u over een cohort voor patiënten wat tussen januari 2011 en 2013 is bij elkaar gekregen. Waarbij u in hoofdstuk 2 met name geïnteresseerd bent in de patiënten Rutherford 2 en 3 categorie. Daarbij excludeert u met nadruk de patiënten uit 4 en 5, 4 tot en met 6 categorie. En dat aantal is 916 patiënten groot, dat is op zich prima. In hoofdstuk 3, dezelfde inclusieperiode, dezelfde groep mensen, is die groep, en eens tot mijn verbazing, maar 539 patiënten groot. Dat is een groot verschil. Is dat allemaal verloren gegaan in de grijze, grijze dossiermappen van professor van Herwaarden, of waar zijn die gebleven? Hooggeleerde opponent, dank u wel voor uw vraag. Dat is een hele goede vraag, waar ik helaas niet direct een antwoord op weet. Dat is wat teleurstellend, dat was een paar jaar geleden ook al zo. Het zijn grofweg 400 patiënten zitten daartussen, maar die zijn ineens verdampt. Nou, we hebben natuurlijk wel in de eerste studie was het echt met claudicatio intermittent inderdaad, een andere categorie, in vergelijking met natuurlijk de kritieke ischemie-studie. Waarbij die gewoon ook onder andere klassificatie vallen. Dus we hebben echt puur de mensen geïncludeerd met kritieke ischemie. En daarin hebben we niet de mensen meegenomen met de claudicatio intermittens. Ja. Ja, dus zodoende hebben we niet die patiënten meegenomen ook in de kritieke ischemie-studie.
Oké, okay. Ik begrijp dat ik een beetje worstel met uw antwoord. Nee, niet per se. Het is een andere patiëntenpopulatie. Nee, want het is hetzelfde cohort. Uit dezelfde ruif worden een aantal patiënten gehaald met een bepaalde kwalificatie. Mm-hmm. De rest wordt eruit gehaald. En die rest schrijft u het volgende hoofdstuk over. Maar die rest die blijkt ineens een stuk kleiner dan wat u in eerste instantie in het eerste hoofdstuk eruit heeft gehaald. En daar zit een discrepantie in van 400 patiënten. Mogelijk snap ik het niet helemaal, maar zoals ik zie is inderdaad gewoon een andere patiëntenpopulatie en in het grote cohort zit daar geen overlap in patiënten. Nee, dat begrijp ik heel goed. Dan nog even op dezelfde voet door in hoofdstuk 4, weer hetzelfde cohort, worden resultaten gepresenteerd over stralingdosis. En daar heb je weer een totaal aantal patiënten. En dan zijn het ineens 951. Dat is ook weer anders. En ik heb echt mijn uiterste best gedaan om te begrijpen hoe die nou tot dit getal komt. We weten dat het allemaal uit dezelfde ruif komt. Mm-hmm. Kunt u misschien daar iets over zeggen? Zeker, hier hebben we natuurlijk naar Rutherford categorie 3 tot en met 6 hebben we gekeken. Dus daar hebben we inderdaad de claudicatio intermittens mensen, die zijn daar niet in meegenomen. Dus hier is inderdaad wel een gedeelde overlap met de studie in chapter 2 en chapter 3. Dus daar hebben we alleen de mensen meegenomen natuurlijk die ook daadwerkelijk een vasculaire interventie hebben ondergaan. Dus de mensen die inderdaad aan de bovenkant inderdaad met een open chirurgische benadering zijn er uitgevallen. En ook de mensen inderdaad met alleen gesuperviseerde looptraining zijn er aan de andere kant eruit gevallen. Ja. Oké, okay, dan gaan we nu niet meer over getallen terug doen. In uw inleiding en ook in de discussie van een aantal van die hoofdschriften stelt u dat de cumulatieve blootstelling en contrast geassocieerd is met progressie van nierfunctieverlies. Toch? Ja, inderdaad. En aannemende dat contrast inderdaad de boosdoener is, dat is de laatste tijd wordt het in twijfel getrokken, is dat een logische gedachte. Maar toch vind ik dat u in uw studies daar weinig rekening mee houdt, want u beschrijft wel dat in het eerste jaar postprocedureel de mensen werden geëxcludeerd die een CTA of een andere interventie kregen. Maar de jaren daarvoor wordt er niks over gezegd. Als jij de reguliere vaatpatiënt krijgt nogal wat CT's voor zijn kiezen. Als jij vlak voor inclusie een CTA hebt gehad, dan heeft dat lange termijn effecten van contrast, heeft dat wellicht ook invloed op de uiteindelijke uitkomstmaat van die u heeft vastgesteld. Ja, dat is zeker waar, inderdaad. Ook omdat we natuurlijk zien in deze studies dat we een acute verslechtering van nierfunctie kunnen zien en ook op lange termijn. Echter zien we wel dat bij de mensen die een acute verslechtering van de nierfunctie hadden, dat ook op lange termijn hadden. Dus in die zin dat we bij mensen bij de nulmeting in die zin hebben voor de interventie. Dat we niet verwachten dat er nog aan de hand van eerder gedane diagnostische procedures of interventies, aan de hand daarvan nog die nierfunctieverval is. Dus dat de schade reeds is gedaan, maar dat het niet nog vanaf de nulmeting ook nog meeweegt in de achteruitgang van mijn nierfunctieverval. Oké. Okay. Dan toch, als we het toch over nierfunctieverval hebben, en daar heeft u mee te maken in zoverre dat u ervan uit bent gegaan dat contrast de boosdoener is. Nu is er een grote studie gepubliceerd een aantal jaar geleden hier in dit instituut. Amazing studie, dus dat u ongetwijfeld mee bekend zijn. En daarbij blijkt dat als je een grote groep prospectieve, een onderzocht grote groep patiënten kijkt, dat het merendeel van de patiënten, ook die u geïncludeerd heeft, dat eigenlijk de prehydratie of wat voor voorzorgsmaatregelen dan ook eigenlijk helemaal geen effect heeft. Is dat hele contrast-induced nefropathie dan achterhaald, dat idee? Of? Ik ben bekend inderdaad met de Amazing-studie. Ik denk dat het niet totaal achterhaald is. Hè. Uit de Amazing-trial komt ook naar voren dat eigenlijk prehydreren bij een EGFR boven de 30 eigenlijk zinloos is. Hè. Dus ik denk dat zeker bij mensen met een nierfunctie onder de 30, dat het nog zeker relevant is. Ja. Zo ook in de studieprotocol en de eerdere studies inderdaad, voorheen ook met de prehydratieschema's zoals destijds het protocol. In het Zuidland is dit ook aangepast natuurlijk, ook aan de hand van de Amazing Trial. Dus ik denk dat het nog wel relevant is, maar wel uitgaande bij de mensen met de race nierfunctie onder de 30. Ja, oké. Okay. Gezien de tijd wil ik graag het woord teruggeven. Dank voor je antwoorden. Dank u wel, professor Daan.
Dan wordt er op positie nu voortgezet door een niet-chirurg en dat is dokter Van Twist. Hij is internist in het Zuiderland Medisch Centrum hier in de buurt. Dokter Van Twist. Dank u wel, meneer de prorector, voor deze introductie. Ik wil de kandidaat feliciteren met het mooie proefschrift en ook zijn begeleidend team complimenteren met dit werk. Als internist doet het mij deugd dat vaatchirurgen dit soort onderzoek doen naar nierschade als gevolg van hun procedures en ook om te kijken wat ze kunnen doen om dit te voorkomen. Het zal u niet verbazen dat daar ook mijn vraag over gaat. In hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 laat u duidelijk zien dat die procedures die vaatchirurgen uitvoeren vaak gepaard gaat met nierfunctie achteruitgang. In hoofdstuk 2 ziet u 8,6 milliliter per minuut nierfunctieverlies na een jaar. In hoofdstuk 6 bij mensen met kritieke ischemie zelfs 15 milliliter per minuut. Vervolgens doet u een hele fraaie studie om het gebruik van jodiumcontrast te beperken. Door duplex te gebruiken in plaats van jodiumcontrast. Mensen krijgen maar een heel klein beetje jodiumcontrast. En dan valt mij op dat in de groep die dan contrast krijgt, dat je dan bijna geen nierfunctie achteruitgang ziet. Nog maar 3 milliliter per minuut. Terwijl, op basis van hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 hadden we dat wel verwacht. Hoe verklaart u dat verschil? Zeer geleerde opponent, dank u wel voor de felicitaties en voor uw vragen. Hier hebben we natuurlijk zelf ook naar gekeken. Daarbij hebben we natuurlijk ook gekeken naar de verschillende groepen. En het gebruik van contrast. We zien inderdaad dat in chapter 2 en chapter 3 het vaak multilevel behandelingen zijn. Dus we hebben niet alleen de iliacale lesies, maar ook femoropopliteaal en crurale lesies, multilevel lesies. En we zien ook in deze onderzoeksgroep dat het gebruikte contrast zo'n 20 milliliter meer is. Dus ongeveer een derde meer is dan vergelijk met de DUPTA-studies. Dus in die zin denk ik dat lastiger te vergelijken is, omdat in de DUPTA natuurlijk redelijk straightforward stenoserend lijden is, niet geoccludeerd lijden. Dus ook de hoeveelheid contrast dat we gebruikt hebben simpelweg minder is. En er zit natuurlijk ook een hoeveelheid tijd tussen in die tijd dat we inderdaad ook voorzichtiger zijn omgegaan met de hoeveelheid contrast wat we gebruiken, alleen wanneer nodig. Ook hebben we gekeken naar nefrotoxische medicatie, gekeken om dat natuurlijk zo min mogelijk te laten zijn. Dus er zijn meerdere aspecten waarom we kunnen verklaren inderdaad dat een nierfunctiegeval in de DUPTA-studie inderdaad dat we die niet zien zoals we die wel zien in de chapter 2. Maar als ik me goed herinner, was de gemiddelde hoeveelheid contrast iets van 66 milliliter per minuut. Is die 20 extra, is dat dan de wereld van verschil? Mogelijk inderdaad. Dus in de DUPTA was het 66 en het was 86 inderdaad in chapter 2. Dat durf ik niet te zeggen of dat het verschil maakt. Moet dan concluderen dat er een soort kritieke grens is, hè? Hoe ver we kunnen gaan. En moet de vaatchirurg stoppen op het moment dat hij 60 milliliter heeft gegeven en dan stoppen met de procedure bijvoorbeeld? Nee, dat is lastig, dat weet ik niet. Ik denk niet dat een kritieke, in ieder geval deze niet bekende kritieke grens. Wat we wel zien inderdaad is, natuurlijk vanuit de DUPTA correleert onze nierfunctieverval meer met wat we ook in de Amazing Trial zien. Echter wordt in de literatuur ook wel beschreven dat wij ongeacht de nierfunctie, variërend van 8-15% contrastgeïnduceerde nierschade is. Dus we zien ook gewoon terug in de literatuur dat er toch best veel verschil in zit hierin. Dus het is nu gissen inderdaad van wat is in dit geval dan het effect geweest, waarom dat niet in de DUPTA-studie hebben teruggezien, wat we wel in hoofdstuk 2 hebben teruggezien. Maar noemt u ook dat wij als dokters blijkbaar meer ons best zijn gaan doen. Hè? We hebben meer aandacht voor dit probleem en nemen allerlei voorzorgsmaatregelen. Daarmee verklaart u dus ten dele het verschil tussen hoofdstuk 2 en hoofdstuk 6. Nou werd net al de Amazing-studie aangehaald dat we minder zijn gaan prehydreren. Dus daar lijkt het er niet in te zitten. Maar wat is dan de belangrijkste factor in ons gedrag die veranderd is, dat er uiteindelijk toch toegeleid is dat er minder contrast in nefropathie optreedt? Dus wat doen wij anders bij die patiënten? Dus inderdaad, ik denk meer oog voor die nefrotoxische medicatie. En ook gewoon kijken inderdaad, zo min mogelijk contrast gebruiken, dat we daar gewoon echt bewuster mee omgaan inderdaad, alleen wanneer nodig. En minimale doseringen. Ja. Nou, beschrijft u ook in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3, doet u een aantal regressieanalyses. En laat u zien dat bloeddruk nogal een voorspellende waarde lijkt te hebben voor het al dan niet ontwikkelen van contrastnefropathie. In hoofdstuk tabel 2 op pagina 33.
En daar beschrijft u dat een systolische bloeddruk meer dan 140, dat dat geassocieerd is met een hogere kans op contrastnefropathie. Namelijk dan de EGFR-waarde van 4,5 milliliter per minuut extra lijkt af te nemen. Moeten we daar wat mee? Ja, ik denk natuurlijk wel, goede bloeddrukregulatie is noodzakelijk. Ik denk dat hier aan ook wel aftreden is natuurlijk ook wel de medicatie die hier gebruikt worden bij mensen met hypertensie. Want we hebben natuurlijk mensen hier geïncludeerd met oftewel een twee keer gemeten waarde, systolische waarde boven 140, of bij het gebruik van bloeddrukregulatie-medicatie. Dus ik denk inderdaad juist met de mensen die gekend zijn met bloeddruk en deze ook die medicatie voor gebruiken, dat we daar mogelijk wel extra alert op moeten zijn, kijken of we dit kunnen ondervangen. Dus u zegt, u verklaart het verschil door het feit dat die mensen die medicatie gebruiken? Nee, niet per se, maar wel dat het inderdaad wel effect kan hebben op de nierfunctie. Met name diuretica die we gebruiken natuurlijk, heeft effect op de nierfunctie, evenals contrast. Ja. Zou het kunnen zijn dat het hebben van hoge bloeddruk ook een risicofactor is voor het krijgen van contrastnefropathie? En zou het dan misschien zinvol zijn om de bloeddruk al voor de procedure of na de procedure beter te behandelen? Dat denk ik zeker. En wie zou dat moeten doen? Goeie vraag. Ja, ik denk dat daar natuurlijk, advocaat, de bloeddrukregulatie is ook een taak van de huisarts, de praktijkondersteunende somatiek. Dus daar ligt natuurlijk wel een belangrijke rol voor ons weggelegd. Tot slot heb ik een vraag over een van de stellingen. Ik zou willen vragen of een van de paranymfen stelling 4 zou willen voorlezen. Het bepalen van het serum creatinine is een inadequate manier van het detecteren van PCAQ, postcontrast acute nierschade, en leidt tot het missen van de diagnose bij patiënten na een endovasculaire interventie voor perifere arteriële vaatbaarheid. Kunt u mij eens uitleggen waarom dit zo'n slechte manier is om te doen? En vervolgens hoe we het dan vanaf morgen wel zouden moeten doen? Zeker. Zoals ik ook in de inleiding praatje heb aangegeven, inderdaad, is dat bij een acuut event van een acute nierschade zien we dat de serum creatinine redelijk langzaam stijgt. Bij mensen die natuurlijk gehospitaliseerd zijn, waar gewoon regelmatig controles worden gedaan, zal dat zeker ondervangen worden. Maar het is met name juist die mensen die een dagbehandeling, een dottenbehandeling krijgen, die gewoon met dezelfde dag nog met ontslag gaan. En zeker per protocol moeten die gewoon op dag 3 en op dag 30 een nierfunctiecontrole krijgen. Maar de ervaring leert ons dat of vaak toch niet wordt gedaan of vergeten en daardoor inderdaad mogelijk schade missen. Je weet ook natuurlijk dat de nierfunctie wel een natuurlijk herstel ook wel laat zien aan contrastgeïnduceerde nierschade. Echter hebben die wel een vergrote kans om op lange termijn wel permanente nierschade een grotere kans op permanente nierschade of end-stage renal disease. Ja. Dus ik hoor je zeggen, zoals het in het protocol staat, is het in orde, alleen we doen het niet goed. De praktijk blijkt inderdaad dat het toch vaak... Dank voor uw antwoord. Ik wil het woord heel graag teruggeven aan de PRO-REC. Dank u wel, dokter Van Twist. Dan wordt de oppositie nu voortgezet door dokter Mees. Hij is vaatchirurg en het MUMC hier in deze stad. Dokter Mees. Dank u wel, meneer de prorector. Geachte kandidaat en geacht promotieteam, ook mijn felicitaties. Het is mooi om te zien dat er een goede samenwerking bestaat tussen de afdelingen vaatchirurgie van het MUMC en het Zuiderland. Dat is ook wel eens minder geweest. Maar dat uitzicht nu ook in onze vergaande gesprekken over het oprichten van het vaatchirurgisch netwerk Limburg. Dat staat een beetje los van uw promotie, maar dat is wel belangrijk. Graag zou ik met u naar stelling 3 willen. U mag kiezen of u die zelf wil voorlezen of dezelfde paranymf of een andere paranymf. Zeer geleerde opponent, dank u wel voor de felicitaties. Dank u wel voor uw vraag. Ik zal hem zelf voorlezen. Heel goed. Vergroten van kennis over perifere arterieel vaatlijden bij de patiënten met claudicatio intermittens leidt tot grotere loopafstand na gesubstitueerde looptraining. Nou, u leest het gedeelte voor waar ik denk iedereen het mee eens is. Alleen u leest niet voor dat het uit dit proefschrift komt. En dat geloof ik namelijk niet. Kunt u mij vertellen hoe u dat eigenlijk onderzocht hebt? Zeker. Dat is wat ik heb geconcludeerd aan de hand van de vragenlijststudie, inderdaad, die we hebben opgestuurd. Ik ben het eens inderdaad met uw kanttekening inderdaad van hoe valide en hoe betrouwbaar is dit natuurlijk te meten. Want het is een subjectieve meting inderdaad. En ook de antwoorden
van de vragen van de, die de patiënten hebben ingevuld. Daar kunnen we dan even mooi over filosoferen, want u bent nu bijna dokter, hè, dus u weet hoe u onderzoek moet opzetten en u weet dingen over methodologie. Wat voor soort onderzoek heeft u gedaan in hoofdstuk 8? Een retrospectief onderzoek. Ja. Met prospectief vergaderen. Dus een retrospectief onderzoek, inderdaad. En heeft u iets, heeft u eigenlijk iets gedaan? Of? Zeker. Hoe bedoelt u? Ja, dat is een beetje een paar. Heeft u een interventie gedaan? Retrospectief is de interventie gedaan in de zin van mensen die zich initieel presenteren met claudicatio intermittens. Dat zijn een looptraining. Ik denk dat het een observationele studie is. Of is het een interventionele studie? Het is een observationele studie. Ja, in uw stelling heeft u het volgens mij over een interventie. Namelijk het vergroten van kennis. Dat is iets doen, iets toch? En dat heeft u volgens mij niet onderzocht. Nee, maar dat is iets wat eventueel noodzakelijk is, een vervolg. Dat is juist om die therapie trouw te vergroten. Maar bent u het met me eens dat u eigenlijk alleen maar kunt concluderen dat een slechtere kennis minder effect had dan een betere kennis? Maar niet dat u het vergroten van kennis, dat leidt tot betere resultaten van gesuperviseerde? Nee, dat is de hypothese. Oké, goed. Nou, dan zijn we het daarover eens. Ik denk dat er nog best veel over dat hoofdstuk 8 te zeggen valt. Over de methodologie. Maar ik wil misschien meer een beetje filosofisch zijn daarover. Dat past misschien ook als laatste goed. In het land is er een enorme trend, of eigenlijk een wens vanuit de politiek, vanuit de zorgverzekeraars, om de zorg voor patiënten met claudicatie naar de eerste lijn te brengen. En dat betekent in mijn optiek de huisartsenpraktijk. En misschien dat er nog wel een ruimte is voor een diagnose door de vaatchirurg, maar de behandeling ligt bij de huisarts. In stelling 6 zegt u dat huisartsen en specialisten gedeelde verantwoordelijkheid hebben over de zorg voor patiënten. Hoe zou u dat nou inrichten als u nou vanaf volgend jaar in uw eigen praktijk hebt en u moet die zorg gaan verzorgen en dus ook die kennis vergroten? Klopt, zeker. Ik denk ook juist de initiële presentatie is vaak bij de huisarts. Mensen klachten van de benen. Een enkel armdeks kunnen we prima zelf doen en daarin kunnen we dat ook afleiden. Is er sprake van perifere arterieel vaatleiden, ja of nee? En ik denk dat we juist het eerste stukje behandeling ook wel prima bij onszelf kunnen houden. In de zin van of ik nu als toekomstig huisarts de gesuperviseerde looptraining voorschrijf of de vaatchirurg dat doet. Want als ik de patiënt naar jullie poli toestuur, dan zou dat ook het eerste stap zijn. Eerst is looptraining 3 maanden, nadien gaan we kijken naar wat is het effect geweest. En dan eventueel verder een plan van aanpak maken. Wat ik denk ik wel ook van toegevoegde waarde zou zijn, is dat wij als huisartsen ook een duplex kunnen aanvragen. Dat is helaas nu nog niet het geval. Dus, dat is interessant. U zegt twee interessante dingen al. De eerste diagnose gaan wij met een enkel armindex zelf doen. Eigenlijk is nu juist de consensus dat de enkel armindex in de huisartsenpraktijk niet betrouwbaar genoeg zijn. En dat die patiënten dus eenmalig naar het vaatlaboratorium moeten, waar een vaatchirurg met een vaatlaborant de diagnose en enkel armindex stelt. En dan terug. Dus ik ben het daar niet helemaal mee eens, maar u vindt dat wel? In principe zou het zo moeten zijn dat het primair in de huisartspraktijk of eventueel een anderhalf lijn zorg zou kunnen gebeuren. Nou, maar dat is niet per se. Dat is dan niet wat de landelijke richtlijn daarover zegt, maar dan gaan we het over die duplex hebben. In mijn ziekenhuis wordt helemaal geen duplex gemaakt van een patiënt met perifere vaatlijden. Want het is toch niet relevant. Je schrijft toch gewoon supervised exercise therapy voor. Klopt, in eerste instantie wel inderdaad. Bij een verlaagde enkel armindex met waarin nog niet sprake is van kritieke EBSMI, ga je inderdaad gesubsidieerde looptraining doen. Maar inderdaad, mocht dat onvoldoende effect blijken te hebben, dan wordt er inderdaad, in mijn ervaring, een duplex verricht. En wat gaat de huisarts daar dan mee doen? Nee, kijk, dat is het moment dat ze zegt. U mag kort uw antwoord afronden, zeker omdat het zo'n interessante discussie dreigt te worden. Dank u wel, prorector. Ik denk dat het moment is inderdaad, dat er wel de zorg overgedragen moet worden naar de tweede lijn. Ja, dat is de vraag inderdaad, wat is de relevantie inderdaad dat een huisarts deze duplex zal. Ik zou nog heel graag verder willen discussiëren, maar ik geef graag het woord terug aan de prorector. Dank. Dokter Mees. Dan is duidelijk dat dit het einde betekent van de gelegenheid om uw proefschrift te verdedigen.
De commissie zal zich terugtrekken voor beraad. Ik verzoek u en uw gezelschap. Ja, dit is het. Oh ja, dat mag ik lekker aan jou, Mark. Wat zal ik doen? Even weer dat scherm. Oh ja, is goed.
Ja. Meneer de promovendus, de commissie heeft zich beraden over de kwaliteit van uw proefschrift en over de wijze waarop u dat proefschrift heeft verdedigd. En op basis van haar positief oordeel over beide en gelet op de vroeger door u afgelegde academische examens, heeft zij besloten u het gevraagde doctoraat, de dokterstitel, toe te kennen. De hoogleraar Schuring is gemachtigd u met deze waardigheid te bekleden. Het woord is aan uw promotor. Belooft u dat u altijd volgens de beginselen van wetenschappelijke integriteit te werk zult gaan, eerlijk en zorgvuldig, transparant, onafhankelijk en verantwoordelijk? Dat beloof ik. Mooi. Krachtens de bevoegdheid, ons door de wet toegekend, volgens het besluit van de commissie hier vertegenwoordigd, verklaar ik hierbij u, Lars Johannes Jeroen Bolt, tot dokter te bevorderen, en u alle rechten te verlenen die daaraan volgens de wet en de gewoonte zijn verbonden. Ten bewijze hiervan overhandig ik u nu de bul door rector, secretaris en overige leden van de promotiecommissie ondertekend en met het grootzegel van de universiteit bevestigd. Dank u wel. Hallo zeer geleerde dokter Bolt, beste Lars. Het is voor mij een grote eer om hier te staan als co-promotor. Als nuchtere Groninger ben je uiteindelijk terechtgekomen op de universiteit die volgens mij het verst weg is van je ouderlijk huis. Ik weet niet of dat de bedoeling was of louter toeval. Maar ik heb me laten vertellen dat er in Groningen een van de weinige steden is waar er geen sluitingstijd is voor de kroegen. Toch ben ik blij dat je hier bent gekomen. In 2014 kruisten onze paden. Wij je melden als opvolger van dokter Stichterman, abusievelijk dokter Stichterman genoemd af en toe. Die hier ook als jouw paranim aanwezig is. Je startte als semi-arts en na enkele weken met je samen te hebben gewerkt, werd mij al wel duidelijk dat ik te maken had met een intelligente jongeman die bovendien uit de sociaal was. Niet alleen als onderzoeker, artsonderzoeker, maar ook als artsassistent chirurgie was je een graag geziene collega op de polykliniek, op de afdelingen en onder je directe collega's artsassistent chirurgie. Hardwerkend en niet te beroerd iemand uit de brand te helpen of een hart onder de riem te steken. In de afgelopen jaren heb je in een recordtempo live wensen doorheen gejaagd. Je hebt een mooie lieve vrouw aan de haak geslagen, 2 kinderen en volgens mij ligt er ook nog wat in het verschiet. Met zo'n geweldige planning was het ook voor mij een grote verrassing toen je in 2019 me meldde dat je andere toekomstplannen had dan het chirurgisch vak. Ik wilde huisarts worden. Prachtige, generalistisch vak waar patiënten nog holistisch worden benaderd. Gemotiveerd en vastberaden werd je assistent in het revalidatiecentrum Meander. En al snel kwam je in opleiding tot huisarts. Naast een nieuwe opleiding
En een druk gezin was er even geen aandacht meer voor onderzoek, althans dat leek. Maar gelukkig, nadat je gestolkt werd door je co-promotor, heb je nieuwe hernieuwde energie gekregen. Je pakte de draad goed op en dat heeft allemaal geleid tot een mooi proefschrift dat je vandaag hebt verdedigd. Tot slot wil ik je melden, zelf ben ik van mening dat de chirurgie een goed chirurg is kwijtgeraakt, maar ik ben ook van mening dat de huisartsgeneeskunde een uitstekende huisarts heeft gevonden. Ik ben verheugd en trots op wat je vandaag neer hebt gezet. Ik feliciteer je vrouw Kirsten en je ouders, ze mogen trots op je zijn. Het gaat je goed. Dank je wel. Ja, het is mij dan ook een genoegen om namens deze universiteit u te feliciteren, dokter Bolt, met uw dokterstitel. Ik wil in die felicitaties ook uw ouders en echtgenoten of partners, ik weet niet. Ja, ik ben een beetje voorzichtig altijd. Ik heb ook voor die kinderen in die leeftijd. En dan hebben ze kinderen, maar dan zijn ze niet getrouwd. En dan moet je altijd mee uitkijken. Ook mee te meenemen. Of zoals ze in Groningen zeggen, kom minder. Kom minder, ja. Zeker. Ja, ik heb ook een paar jaar in Groningen gewerkt. Daarom weet ik dat als chirurg. Dat is het grootste compliment wat je kunt krijgen van een Groninger. Kom minder. Gelukkig ook als ze patiënt zijn, dan zijn ze ook zo. Dus kijk, als je Limburger patiënt bent. Ik zit er veel Limburgers in de zaal. Die kun je de grootste operatie aandoen en voor de poorten van de hemel wegslepen. En dan zegt de patiënt altijd dat hij hoofdpijn heeft de volgende dag. Dat is nooit tevreden. In Groningen kun je bijna half dood opereren en dan roep je nog het kom minder dokter. En het is prettig om in Groningen dokter te zijn, kan ik je verzekeren. Maar ja, ik ben ook zelf van Groningen naar Limburg verhuisd. Dus ik, mijn eigen schuld. U bent een alumnus van deze universiteit. En dat is mooi, want dan hebt u hier ook uw academische opleiding afgerond. En daar zijn we altijd heel dankbaar voor, want dan is die naam van u voor altijd aan deze universiteit tot op het hoogste niveau verbonden. Er staan ook nog andere voordelen tegenover de revenue die we krijgen voor iedere promotie. Want u weet natuurlijk dat een universiteit bestaat bij gratie van de collegegelden, de subsidies en de promoties. Dank daarvoor. Ik dan toch aan het danken ben, dan dank ik graag ook professor Van Herwaarde, dokter Heiligers en Van Twist. Want dat zijn de mensen die niet aan deze universiteit verbonden zijn en toch zich hebben ingezet voor dit proefschrift. Dat is een felicitatie of een dankwoord waard. Het is ook zeer eervol dat u ons het genoegen doet om hierbij aanwezig te zijn. Ja, het is al een paar keer gezegd, u wil geen chirurg meer worden, maar huisarts. En zoals Muris al zei, ik denk dat alle huisartsen blij zijn met gepromoveerde collega's. Die zijn waardevol in die setting. En in de setting van de huisartsenpraktijk waar ik verder niets van weet. Want ik heb nooit iets aan huisartsgeneeskunde gedaan. Maar het is een waarde. In Groningen waren de huisartsen veel actiever dan in Maastricht. Daar begin je breekt de bek niet over. Om contact te zoeken met specialisten. Dat is niet zo erg. Maar ik kwam uit Groningen als chirurg. En ik was gewend dat daar iedere dag wel één of twee huisartsen belden met een vraag, wat moet ik nou doen? En dan zei je gewoon, nou, doe eens een echootje of volgens mij hoef je niks te doen. En hier in Maastricht kwam ik aan als chirurg. Ja, dan zit ik te kletsen. Een oude man. En ik hoorde nooit iets van huisartsen. Ik denk, zou die mensen hier wel bestaan? Ja, en ik ben bezig met felicitaties. Ja, dan komen nu wat praktische opmerkingen, want ik ben klaar met feliciteren. En we gaan u danken, want u gaat onze receptie aanbieden. En daar zijn we heel dankbaar voor. En dat betekent dus dat wij zo dadelijk de sessie gaan sluiten. Dan ga ik u verzoeken om vast het publiek uit de zaal alvast naar de receptieruimte te gaan. Dat is het oude refractory, hoe noemen ze dat ook alweer in het Latijn? Refter van de monniken die vroeger in dit gebouw zaten. En dan wacht u ons daarop, want wij gaan nog heel eventjes op de trap staan voor het statieportret. Althans, mits de fotograaf daartoe bereid is. En dan verschijnen wij ook bij u. En dan nemen we een borrel en een bitterbal, denk ik, van de jonge dokter. Klopt dat? Een stukje vla. Een stuk vla zelfs, prima. Het is lunchtijd. Goed, dan sluit ik hiermee deze vergadering. Wij blijven nog even hier voor een paar foto's van de groep en u kunt intussen vast naar die vla toe.
Maak even een foto. Maak even een foto met ons.